Ik ben Ricoberto. Ik ben Rick. Ik ben Robert. Wij werken bij Zakelijk Complex bij Steven. Ik heb de Steding gekozen omdat het niet commercieel bedrijf is. Het gaat dus hier niet alleen om geld verdienen, maar het gaat hier ook om energie leveren aan de mensen. En de mensen hebben die energie brood nodig, dus dat is echt een uitdaging voor mij. Ik heb voor Steding gekozen om mijn steentje bij te kunnen dragen aan de energietransitie, de mooie uitdagingen die er in verschiet liggen en voor de techniek die erachter zit en natuurlijk voor de mooie organisatie. Omdat het een superleuk bedrijf is, waar je veel kansen krijgt, veel werk is, waar we goed met elkaar kunnen samenwerken op verschillende projecten. Hartstikke leuk is eigenlijk. Bij Steding ben ik uitvoerder. Onder mij heb ik een aantal monteurs en we zorgen dat deze klus geklaard gaat worden. Ik ben technisch specialist. Ik sta hier eigenlijk net onder de uitvoerder. Samen pakken wij het hele station aan. We zijn nu bezig met het ombouwen van verschillende velden. Het aanbrengen van tatjer installaties die daarmee verbonden zijn. Ik bekleed de eerste monteur. Daarin wordt je wat meer verantwoordelijkheden gegeven. Je wordt wat zelfstandiger. Je hebt gewoon een team waar je iets aan het bouwen bent. Het ombouwen van stations, het opbouwen van stations, het vernieuwen van stations. Heel divers eigenlijk. De uitdaging binnen dit project is voor mij om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Vooral dat de klant niets merkt van onze ombouw. We hebben natuurlijk te maken met een gebouw wat constant in bedrijf is. Dus de energie wordt nu al geleverd. En dat wordt eigenlijk geleverd in een installatie die al 60 jaar oud is. En wij proberen dat te moderniseren naar een geavanceerd systeem. En daar moeten de klanten dan helemaal niks van merken. Die continuïteit die moet erin blijven. En dat is voor ons echt een uitdaging om dat ook te blijven doen, zodat we niet door het donker gaan. Grote uitdagingen zijn als je van monteur naar eerste monteur gaat, is dat je gewoon meer verantwoordelijkheden krijgt. Je krijgt een andere rol. Je moet mensen aansturen in de eerste monteursfunctie. Je moet mensen soms ook dingen bijleren, nieuwe ervaringen te delen. En dat maakt het gewoon zo leuk. Dat is toch wel dat we hier acteren op Champions League niveau. Hier komt eigenlijk alles samen, verschillende spanningen. Daar moeten we alles zeg maar, in managen en dat alles operationeel blijft. Heel veel soorten technieken, gelijkspanning, wisselspanning, 50 café, 10 café, 25 café. Dat zijn eigenlijk alle disciplines die je op elektrotechniek kan toepassen. Dat trok me inderdaad heel erg aan. Werken bij Zakelijk Complex secundair is leuk, omdat je gewoon hele leuke collega's hebt waar je veel van kan leren, of het nou jong of oud is. Je bent een team, je doet het samen, je bouwt samen ergens aan iets moois. Dus dat het mooiste is wat er is. Ja, humor houdt je op de been, hè. We hebben veel humoristische collega's. Dat maakt het werk ook plezierig. Af en toe worden mensen wel eens een beetje naar van ons. Zoveel lachen wij en zoveel schik hebben wij. En dat steekt ze meestal ook wel aan dat ze ook bij ons willen werken. Wij hebben een team wat vrolijk is, wat af en toe eens even lekker wat gebak eet met elkaar. Maar wat ook weet wanneer we moeten acteren. En dan weten ze ook hun verantwoordelijkheid te pakken. Dus zo'n team, dat is fantastisch. En ik heb natuurlijk heel graag goede monteurs. Een monteur die zijn vak verstaat, die hebben wij nodig.